Een hele mooie, supermooie Giro geweest. Met een supergoed begin. Dus als je kijkt, de eerste week stond in het teken van Pieter natuurlijk. Met zijn ritwinst, 4 dagen roze. En die paar dagen roze. Maar ja, we kijken terug op een hele mooie Giro met deze hele ploeg. En dus ik denk dat het boven verwachting is gegaan. En dat iedereen met een goede moraal naar huis gaat. Als je een rit zou de auto roze. Dus ja, nou ja, nu is hij roze. Dus, ja. Nee, de tweede week. Dat was het moment dat we met de ploeg 5 dagen na elkaar in ontsnappingen zaten. Helaas zijn we toen niet, zijn die ontsnappingen niet tot het einde kunnen komen. Voor mezelf, ja, ik ben heel tevreden. Alleen, ja, maar ik had gehoopt eigenlijk om, ja, om zoals Pieter ook een etappe te pakken. Dat is niet gelukt. En ik bedoel, met de vorm waar ik in die hier kwam en mee rondreed, had het erin gezeten. Dennis, die had op een bepaald moment was hij meer dood dan levend. En toen kwam de rustdag. En de dag daarna reed hij al een best een goede tijdrit. Nou, de dagen daarna leek het alsof hij nog maar net begonnen was aan de ronde. Dus zo fit was hij. Dus hij is ook heel goed uit de ronde gekomen. Dus hij heeft zeker een flinke stap voorwaarts gezet. Nee, ik ga gewoon een beetje uitrusten thuis. Dat heb ik wel verdiend, denk ik. Ja, Stef heeft natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Hij heeft een jaar niet gekoerst. Ja, het was natuurlijk een hele heftige Giro. Parcours wisten we van tevoren. Dingen die gebeurd zijn tijdens de koers. We hebben het niet altijd even makkelijk gehad, denk ik. Maar we hadden een hele goede groep. Een hele mooie ploeg hier. En ik heb gisteren ook wel toch wel op de finestere momenten alleen gereden. Dat ik toch wel even terugdacht aan het afgelopen jaar. Alles wat ik ervoor heb moeten doen om terug te komen. En in dat perspectief is het natuurlijk gewoon een heel mooie Giro geweest. Dus ik kijk met veel voldoening terug. En dan de derde week is eigenlijk de week van Kruiswijk geweest. Vooral de laatste twee zware bergritten. Dat hij 6e en 7e wordt, ja, dat is gewoon geweldig voor een jonge coureur als Stevie. Ja, dat is toch wel iets waarvan je vroeger wel een beetje van droomde in de grote rondes met een klassement meedoen. En ja, zeker als je beginnend prof bent, dan verwacht je zoiets eigenlijk helemaal niet. En dat blijft eigenlijk gewoon een droom. En, als je dan 3 weken lang zo rondrijdt en je maakt het waar, dat is natuurlijk wel een super gevoel. Ik ga gewoon Contador volgen, maar je reed er gewoon voor vandaag. Ja, uiteindelijk wel, maar Contador die hoefde niet veel meer te doen dan de rest ervoor. Dan win je dus de Giro d'Italia. Een Giro met blijvende herinneringen. Sportief en bij Rick Flens ook anderen. Nou ja, dat is toch Wouter. Ik bedoel, dat ongeval, dat... Ja, weet je, het is geen roze Giro, het is een zwarte Giro. Op naar huis. Op naar huis, ja.